Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Corendon en Taylor Wessing Advocaten en Notarissen. In Van Hier tot Tokio volgen we vier Olympiërs. Ze nemen ons iedere maand mee in hun leven op weg naar de Olympische Spelen van 2020. Probeer ik wel in ieder geval, maar ik ben geen goede chef helaas. Het blijft wel bij simpele dingen normaal gezien. Dan mag je langzaamaan naar voren komen, maar niet te snel naar voren. Je langzaamaan de frequentie opvoeren. Vorige maand liep Suzanne Krummens voor het goede doel in Rotterdam, waar we met 3x3 basketballers bij hun allereerste toernooi van het seizoen in China, bezochten we volleybaldames bij hun clubs in Istanbul en volgden we Mathieu van der Poel tijdens zijn succesvolle wielerklassiekers op de voet. Nee, het mooiste is om zo af te kunnen sluiten, denk ik. Dus het is even goed geweest van nou. Yes! Let's go! Opinion, surfing doesn't count as jumping. It does. Okay, my opinion doesn't count, okay. Your opinion counts, but I'm just saying, right now I'm going super conservative and okay, we're going to start, if you get the pain free, we'll come up a little bit. So I get it. I do this one and this one. Yeah, and maybe we'll get to a point where like two of these counts as one jump or something like that. Or sorry, the serving. Yeah. But like in all of this that I've looked at and been talking to Ingrid, like you being on your feet matters than you sitting. So you jumping a little bit still matters. I agree it's not one full jump matters, but it still matters. There's a lot of people around and I talk to the receivers and the setters, but for everyone else, I like having people in here because it just so happens that when we go out and compete, there's people in the stands. So we got to get used to playing in front of them. So I hope it makes us slightly uncomfortable as the day goes on. Balancing the idea of we're trying to qualify for the Olympics, so we need to be in here, we need to practice, we need to get better, we need to get stronger in the weight room. But at the same time, understanding that, hey, we need some time to hit the reset button from our professional season back to the national team. And just trying to find the best way to balance that. Too far. Good set. This is my roadmap for learning something. It can be anything. It can be, I don't know, creating a new habit at home, brushing your teeth, whatever it is. I talk to younger kids about going to school, same thing. But we want to pick something specific. And the reason why I'm bringing this up today is we asked for a request for work and it's just reception and defense. I want it to be more specific than that. So you guys know what we need to work on specifically. So just so we can design stuff in a better way, be like, hey, I really need to work on balls in zone one or defending the ball off the high hands. Just so when we're designing activities for this, we know what we're doing. But we want to pick something specific. This is what spurred that on today. Secondly, we want to understand how that fits into the overall game of volleyball. And that's important to me because I want you guys to be out there and operating by yourself to some extent. I can't control every single touch of the ball. Defensively, you're going to see some heat from the guys today. So we've talked, for those of you that have been here for a few weeks, about being a catcher and blocking the ball. Not turning and playing these balls, but blocking the ball. Really important. Trying to win as many matches as we can and try to increase the level of volleyball, try to incorporate a couple new things into what we're doing by the time we get to that Olympic qualifier. And we have 15 chances to do that in VNL. And then two friendly matches against Japan to do that, and then we go out and we qualify for real. So using these opportunities in every match as an opportunity to grow, learn, add some new things, and get some people back into playing volleyball. Next person, I can't hear you over here, I'm standing here. Call Florine. There we go. Here's call name, I can't hear you guys. Hey, this court here. I don't know why, but I can hear them here clearly. I can't hear a word you're saying. Again, don't be shy. You're not going to embarrass yourself by speaking loudly. Loudly. There we go. I can hear you now. All right, you got him. Come here. Hustle. I just want to say, it's embarrassing how quiet they were. It's pretty awesome how loud you are. So nice job. Keep going. Yeah.
Nou, eerste. Wat is het leukste aan je zus? ja, goede vraag. Nou, ik vind eigenlijk alles wel leuk aan de, ja, wij kunnen supergoed met elkaar, dus ja, we bespreken alles samen en ja, het gaat eigenlijk altijd allemaal vanzelf. Ja, nee, dat is het denk ik, ja, de hele zus eigenlijk. Ja, ik vind wel het leukste aan jou dat je zo nuchter bent. Oh. Ja, ja. Dat vind ik echt, okay. Ik maak me sneller druk om dingen en jij bent echt totaal, dat heb jij echt totaal niet. Oké, nou, dank je. Jij bent... Wie slaat het hardst? Nou, ik denk jij. Nou ja, ik denk, jij bent wel net iets sterker, denk ik, hoor. In de kracht misschien. In de kracht ben je net iets sterker. Ik weet niet of het in de hal al zo is. Nee, dat weet ik ook nog niet. Ja, ja dus we hebben geen antwoord op. Nee, geen antwoord op. Zij is wel sterker in de krachtruimte, dat wel. Wie springt het hoogst? Hester. Is het spannend om in het buitenland te gaan wonen? Ja, voor mij wel, omdat het eerste jaar is, maar ik weet niet. Voor mij was het niet zo spannend allemaal. Nee. En nog steeds eigenlijk niet. En ik denk dat jij het straks ook wel, het wordt vanzelf normaal. Ik moet even aan wennen, denk ik. Ja. Okay. Oh, jij bent. Wat moeten wij weten van je zus? Oh, dit is zo moeilijk, daar heb ik echt nog nooit over nagedacht. Ja, lastig. Ja, misschien wat ik net al zei, maar het is echt super nuchter en dat is echt, het is wel heel grappig, zeg maar. Het is gewoon, ik kan altijd wel om jou lachen, zeg maar. Ze is gewoon super chill, ze maakt zich nergens druk om. En als ik dan ergens mee zit en ik kom naar haar toe, dan is het eigenlijk alles wat ze zegt, komt erop neer van, maakt het me niet uit. Maak je niet zo druk. En dan ben ik daarna ook weer wat rustiger, ook met vliegen en zo. En ben ik zenuwachtig en dan kom jij aan. Ah, is mij eventjes zo voorbij, ja, wat maakt het uit? Dus dan, dat is eigenlijk wel, wat ik net ook al zei, wat ik leuk, dat is ook heel erg leuk aan jou. En dat eigenlijk, ja. Wat je zou moeten weten van jou. Ja, dat is een klein beetje een verschilletje tussen ons. Ja. Oké. Wie waren de laatste zussen in het Nederlands team? Ja, dat is jij, hè? Hè? Dat is ja, jij. Ik denk dus Kim en Janine Stalens. Ja. Denk ik. Ja, ik ken die niet meer, maar ja, dat zal nee, ik terug ken, voor mij. Ja, ik heb ze alleen zien volleyballen op tv, maar... Waar word je echt vrolijk van? Nieuwe kleren. Ja. Ja, nou van heel veel dingen, maar inderdaad nieuwe kleren winkelen. Nee, dat klinkt zo. Maar van winnen, denk ik. Ja. Echt een leuke wedstrijd winnen, dat is wel echt... Maar vooral een leuke wedstrijd dan. Gewoon een wedstrijd winnen is natuurlijk, daar word je vrolijk van. Maar als je bijvoorbeeld, nou ja, toen de beker winnen met Sneek bijvoorbeeld, dat is wel echt, dan word je daar ook wel echt vrolijk van. Ik word ook wel vrolijk. Als we leuke dingen doen met familie en dat soort dingen. Ja. Dus niet alleen maar volleybal, maar als je een keer geen volleybal hebt of een dag vrij bent. Of lekker met je vriend of familie dingen even doet. Even anders aan denken. Of ja, vriendinnen. Of gewoon eens een keer, omdat we het niet vaak kunnen doen, gewoon echt eens een keer een avond op stap met vriendinnen. Ja. Dat is wel, daar word ik dan wel, kan ik echt wel vrolijk van worden dan. Dan is dat weer even voor een lange tijd. Het is even gedaan, maar dan is dat dus wel, vind ik ook wel heel leuk. Nou, ene laatste. Waar kan je zus niet tegen? Waar kan je niet tegen? Laatste. Wat wordt je volgende tattoo? Oh, dat is wel grappig. Want we willen eigenlijk nog heel graag samen met z'n drieën, want we hebben nog een zus. Middelste zus die tussen ons in zit en dan willen we eigenlijk heel graag met z'n drieën nog graag een tattoo zetten. Dus we waren eigenlijk al een beetje over na aan het denken wat we dan zouden willen. Ja, vooral jij, hè? Ja, vooral ik, ja. Maar we weten nog niet zo goed wat, dus daar moeten we nog even over nadenken, denk ik. Dat wordt pas wat, daar gaan we ook nog niet te veel over nadenken. Nee, dus moet spontaan komen. Ja, het moet spontaan komen. Ja. Nou, dat waren ze eigenlijk allemaal.
Ja, ik weet niet, soms gaat er wel inderdaad ook een knopje of iets om in mijn hoofd. En dan denk ik echt, ik wil ze nu helemaal wegserveren. Maar meestal probeer ik gewoon een goede druk op ze te leggen. Om ze in ieder geval van het net af te serveren en dan dat we het blokje kunnen zetten. Ja, dat is eigenlijk altijd al mijn hele volleybalcarrière iets geweest waar ik wel heel veel vertrouwen in heb ook. En wat natuurlijk iets is wat je zelf helemaal in de hand hebt. Ik denk wel aangeleerd ook vooral. Ik heb natuurlijk best wel vanaf mijn 13e ben ik wel heel veel aan het trainen natuurlijk al. En ook in het begin hebben we best wel veel, met Jan Berendsen was dat toen nog, volgens mij heel veel op de serve ook gehamerd. Dus ja, het is wel gewoon trainen, oefenen. En ook gewoon in de training eigenlijk een beetje ermee spelen. Ik vind het leuk om, als er bijvoorbeeld een paaslijn staat, een keer een balletje kort te serveren en daar dan een beetje gevoel in te krijgen. Echt om dan op echt, dat je zeg maar doorhebt, oh, ik kan hem precies daar neerleggen of precies diep, precies kort. Dat vind ik leuk, dus ja. Yeah. Ik ben er nooit heel erg mee bezig of zo. Ik heb altijd gewoon zoiets van, ik wil gewoon hard werken. En nu ook bijvoorbeeld bij de wedstrijden training. Ik merk gewoon dat er zoveel moet nog beter, zeg maar, voor mezelf. Ja, tuurlijk, het is wel iets veranderd. En ik merk dat er wat meer interesse is van clubs. En dat is allemaal heel fijn. Ja, met het Nederlands team natuurlijk de Olympische Spelen halen. En ja, Italië spelen. Lijkt me gaaf, ja. Eigenlijk is vanaf jongs af aan toch al wel. Maar nu denk ik ook Turkije is natuurlijk ook heel gaaf. Maar nou ja, nu bij de Duitse kampioen spelen is ook wel, vind ik heel vet. Ja. Vooral ook in de zomers is het gewoon eigenlijk alleen maar volleybal. En nou ja, nu bijvoorbeeld vrijdag, donderdagavond gaan we naar huis. Nou, spelen we hier nog de laatste wedstrijd. En op vrijdag vliegen we alweer naar Hongkong. Dus het is echt, ik zie af en toe mijn familie. Maar het is vooral, als ik dan ook vrij ben, dan ga ik even eerst een paar uur slapen. En ja, dat is wel gewoon hoe het is nu. Vooral deze zomer is heel druk. En dat is eigenlijk heel goed, want ik hoop natuurlijk dat ik heel veel mee mag. En dat, maar het is, ja, het is wel heel veel. Het is leuk, zeker, maar ja, natuurlijk wil je soms ook wel een keertje op vakantie of iets. Maar ik denk, ja, dat komt ook wel. Vind ik het fijn om echt veel te trainen en ik ben er natuurlijk ook best wel een tijdje uit geweest. Dus dan, ik weet het, de motivatie is gewoon wel hoog, dus ja. Maar volgens mij is het wel een beetje beter ten opzichte van gisteren. Ja. Jij. Mijn. Hola. Mijn. Ga maar. What a rally! Mijn. Ook goed. Mijn. Hey! Nou, het is sowieso niet heel de middagen wachten, want vaak hebben we nog wel video of zijn er toch nog, moet je even naar de fysio of zijn er dingetjes die gedaan moeten worden. Maar als we heel laat spelen, dan is het meestal laat spelen, dus dan lig je ook laat in bed. En als je laat in bed ligt, dan door een wedstrijd, dan ben ik meestal in mijn hoofd nog redelijk druk. Ga je een wedstrijd een beetje toch nog weer terugspelen, dat had ik anders kunnen doen of dat moet ik anders doen of dat gaan we morgen anders doen of dat komt op ons af. Dus dan heb ik een hele leuke kamergenoot met wie ik dan ook altijd nog eventjes alles doorspreek en naspreek. Dus we liggen meestal al tot een uurtje of twee op zijn minst wakker. En dan zijn de nachten toch wel heel kort als je 's ochtends weer moet trainen en weer video hebt. Dus dan hebben we die rust in de middag wel nodig om eventjes bij te slapen. Dus dan gaan de gordijntjes dicht en dan doen we even onze ogen dicht en dan zijn we weer klaar. Het zijn lange dagen.
En er gebeurt best wel heel veel. En je ligt laat in bed en uiteindelijk zijn we best wel druk. Dus en het is wel eventjes leuk, maar je merkt ook wel, zeg maar, als het met de VNL... Ik ben heel blij dat we nu in Nederland zijn, want dan heb je toch een beetje een thuisgevoel. En is alles toch een stukje minder intens dan dat je ook gewoon echt 5 weken achter elkaar onderweg bent met elkaar. Dus ja, daar ben ik wel heel dankbaar voor, maar het is wel intens. Het is gewoon 5 weken achter elkaar bikkelen, 3 wedstrijden achter elkaar... ja, je focus is gewoon echt wel, zeg maar, die moet wel hoog zijn. Wil je gewoon scherp kunnen zijn. Dus ja, dat maakt het wel intens. En dat maakt het wel zwaar. Maar het is wel leuk met elkaar. Dat is het belangrijkste, vind ik in ieder geval. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Corendon en Taylor Wessing Advocaten en Notarissen.